Ja, wanneer wij Hans Joas mogen en moeten geloven, dan zijn vermoedelijk de belangrijkste grote theorieën over religie in de moderniteit verkeerd. Volgens Joas is vooral natuurlijk het meest prominente paradigma dat van de secularisering, een theorie die nauwelijks op feiten berust, maar vooral het gevolg is van haar eigen suggestie. Hij als socioloog en sociaalwetenschapper hecht Joas er zeer groot belang aan dat deze stellingen ook onderbouwd zijn door de feiten en pas dan geïnterpreteerd worden. En hij is als nauwelijks andere mensen in staat om deze twee dingen te doen, zowel de empirie van de sociologie als ook de interpretatie van de sociale filosofie hiervoor te gebruiken. Joas pleit fel en hartstochtelijk voor een herziening van het seculariseringsparadigma.